35.000 mensen hebben zaterdagmiddag de 15e Belgian Pride bijgewoond in Brussel. Daarmee is de recordopkomst van vorig jaar ruimschoots verbroken. Toen waren er 10.000 bezoekers minder. Minister van Brussel en Gelijke Kansen Pascal Smet en de Brusselse staatssecretaris Bruno de Lille gaven het startschot voor de Pride. In de stoet werd er door een 20-tal asielzoekers meer aandacht gevraagd voor holibierechten in Afrika en het Midden-Oosten. Ook voor de Europese richtlijn tegen discriminatie was er heel wat aandacht in de stoet. De optocht trok ook heel wat politici van verschillende politieke partijen aan. De 15e Belgian Pride verliep zonder problemen en eindigde in een groot straatfeest.